Welkom bij deze online lesmodule van de Ahoudi Academie. Deze video is een montage van de webinar Programmatie van structuuronderdelen en vestigingsplaatsen in het buitengewoon secundair onderwijs van donderdag 8 juni 2023. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. Wat staat er tijdens dit webinar op de planning? Wel, eerst en vooral gaan we het hebben over de programmatie van een school, om vervolgens het te hebben over het oprichten van een nieuwe opleidingsvorm en of nieuw type, de programmatie van een vestigingsplaats en nadien komt de programmatie van structuuronderdelen aan bod. Daarna wil ik ook nog eventjes dieper ingaan op hoe zo'n programmatieprocedure er nu precies uitziet en wat van jullie verwacht wordt. Op het einde van deze presentatie kunnen jullie vragen stellen die we dan na de pauze zullen beantwoorden. Het is onderwijsdecreet 33 die eigenlijk enkele nieuwe regels met zich meebrengt voor de programmaties van scholen, vestigingsplaatsen en structuuronderdelen. Let op, het onderwijsdecreet 33 is nog steeds onder voegbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams parlement. Pas nadien zijn deze regels effectief van kracht. Ook belangrijk om mee te geven is de ingangsdatum van de nieuwe regelgeving. Voor vestigingsplaatsen geldt dit vanaf 1 september 2023. Voor structuuronderdelen in principe ook. Maar natuurlijk spreken we dan eigenlijk over de aanvragen voor de oprichting in het schooljaar 2024 en 2025. De principes achter deze regelgeving in onderwijsdecreet 33 zijn enerzijds de reductie van de planlast, dat de programmaties niet bedoeld zijn met het oog op het optimaliseren van de omkadering. Men gaat voor een vrijere benadering van niche-structuuronderdelen en een striktere benadering van niche-structuuronderdelen. De autonomie en de verantwoordelijkheid blijft of wordt nog meer bij het schoolbestuur gelegd. Natuurlijk blijft het ook belangrijk dat er een lokale afstemming is tussen scholen, tussen scholengemeenschappen. En wat het buitengewoon secundair onderwijs betreft, wordt er ook voor structuuronderdelen een onderscheid gemaakt tussen scholen met type 9 in hun aanbod of zonder type 9. Ik ga van start met de programmatie van een school. We spreken hier over de oprichting van een totaal nieuwe school. Nieuwe scholen of nieuwe instellingsnummers die dus ontstaan doordat ze afsplitsen van een bestaande school of doordat twee bestaande scholen gaan fusioneren, die vallen hier niet onder. Die beschouwen we als herstructureringen van het bestaande onderwijsaanbod. Tot en met dit schooljaar was het zo dat als men een nieuwe school wil oprichten, moest men minstens deze school oprichten met twee opleidingsvormen. Met uitzondering van opleidingsvorm 4, dus men kon een nieuwe school oprichten met enkel opleidingsvorm 4. Vanaf 2024-2025 gaan we er nog altijd vanuit dat nieuwe scholen opgericht worden met minstens twee opleidingsvormen, maar is het ook mogelijk dat een nieuwe school wordt opgericht met slechts één opleidingsvorm en het maakt daarbij niet uit of we dan over opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4 spreken. Dit kan wel enkel in regio's waar er een aantoonbaar capaciteitstekort is. En dat het capaciteitstekort dat daar is niet kan worden opgelost door een nieuwe vestigingsplaats bij een bestaande school op te richten. Je toont het capaciteitstekort aan in je oprichtingsdossier. Je neemt dat op in jouw motivatie. Opgelet, een nieuwe school door afsplitsing, wat ik zei dat dus eigenlijk onder herstructurering valt, die blijft dus alleen mogelijk met minstens twee opleidingsvormen. Wat betreft de programmatie van een nieuwe opleidingsvorm met een nieuw type of de uitbreiding van een nieuw type in je school, op dat vlak zijn er op zich geen wijzigingen aan de bestaande regelgeving of aan de normen. Wel geef ik graag mee dat als je een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type opricht en dit gepaard zou gaan met tegelijkertijd de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats, dan hoef je deze vestigingsplaats niet afzonderlijk via de procedure voor het aanvragen van een nieuwe vestigingsplaats ook nog eens aan te vragen. Op het formulier voor de aanvraag van een nieuwe opleidingsvorm is plaats voorzien om de nieuwe vestigingsplaats te vermelden en de beslissing hierover
gebeurt dan tegelijkertijd met de beslissing over de oprichting van de nieuwe opleidingsvorm of het nieuwe type. Als we het dan hebben over de programmatie van een vestigingsplaats, het afgelopen schooljaar, eigenlijk de afgelopen twee schooljaren, was het sowieso nodig om een nieuwe vestigingsplaats aan te vragen. En je moest goedkeuring krijgen van de minister of bij van de Vlaamse regering of bij delegatie van de minister. Wat wijzigt er nu? Vanaf 1 september 2023 zijn in bepaalde gevallen nieuwe vestigingsplaatsen via melding. Andere zijn nog steeds via programmatieaanvraag en kan je pas oprichten na gunstige beslissing. Als je een nieuwe vestigingsplaats wilt oprichten in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats van je school, dan is het via een melding. Je doet deze melding bij Agodi bij de start of in de loop van het schooljaar. Ook al is de vestigingsplaats al dan niet tijdelijk of om gelijk welke reden ook dat je deze wilt oprichten. En je dient de melding in natuurlijk uiterlijk op het moment van ingebruikname. Is de nieuwe vestigingsplaats niet gelegen in dezelfde of een aangrenzende gemeente als de hoofdvestigingsplaats, dan blijft het een aanvraag en is een goedkeuring van de Vlaamse regering vereist vooraleer je de nieuwe vestigingsplaats in gebruik mag nemen. Een beslissing hierover volgt normaal binnen de 3 maanden na aanvraag. Dit is een ordetermijn. De wijziging wat betreft de programmaties van nieuwe vestigingsplaatsen, die geldt niet voor type 5 scholen. Voor type 5 scholen blijft het nog altijd zo dat de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats de goedkeuring vereist. Bij vestigingsplaatsen is er steeds een koppeling van de vestigingsplaats aan het studieaanbod. Onder studieaanbod verstaan we hierbij de opleidingen waar de leerlingen minstens de helft van de contacturen van die opleiding op die plaats volgen. In het buitengewoon onderwijs is er echter geen koppeling tussen de programmatie van een structuuronderdeel per afzonderlijke vestigingsplaats zoals we die in het gewoon secundair onderwijs kennen. Met andere woorden, als je momenteel een opleiding inricht of programmeert op een bepaalde vestigingsplaats, maar je wilt die nadien op andere vestigingsplaatsen die ook toegestaan zijn van jouw school, dan kan dat perfect. Wat is nu de procedure voor het oprichten van een nieuwe vestigingsplaats? Je meldt de nieuwe vestigingsplaats via het formulier of je dient een aanvraagformulier in. En deze vind je bij de omzendbrief SO42. En je voegt hierbij enerzijds het protocol van de personeelsonderhandelingen, dus het protocol van de onderhandelingen in het bevoegde lokale comité, als ook, indien je deel uitmaakt van een scholengemeenschap, het procesverbaal van de scholengemeenschap. Daarnaast dien je een verklaring in dat de nieuwe vestigingsplaats op het moment van oprichting van de vestigingsplaats, dat deze voldoet aan de decretale erkenningsvoorwaarden met betrekking tot hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid. Als er op die nieuwe vestigingsplaats al een onderwijsinstelling aanwezig is, dan geef je ook het meest recente advies mee en dat je op de hoogte bent van eventuele aanbevelingen die gegeven zijn met betrekking tot hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid. Via een dienstbrief op Mijn Onderwijs wordt u op de hoogte gebracht van de oprichting of het toestaan van de oprichting van uw nieuwe vestigingsplaats of de beslissing van de Vlaamse regering, die dus binnen de 3 maanden na ontvangst van uw aanvraag normaal gezien gebeurt. En dan komen we nu bij het stukje over de programmatie van structuuronderdelen. Graag geef ik eerst even mee wat we nu precies onder programmatie verstaan. Dat is de oprichting van een op 1 oktober van de 2 voorafgaande schooljaren niet georganiseerd structuuronderdeel met de bedoeling het structuuronderdeel in aanmerking te laten komen voor financiering of subsidiering. Met andere woorden, we spreken ofwel over volledig nieuwe structuuronderdelen die tot op heden nog nooit een deel uitmaakten van het onderwijsaanbod van je school, of we spreken over opleidingen die ooit wel deel waren van je onderwijsaanbod, maar waar je 2 schooljaren op rij geen leerlingen in had ingeschreven. Je hebt daar zeg maar 2 stromen in. Je hebt structuuronderdelen die vrij te programmeren zijn. Je hebt structuuronderdelen die een goedkeuring van de Vlaamse regering vereisen.
In opleidingsvorm 3, ik ga eerst dus de focus leggen op opleidingsvorm 3, nadien komt opleidingsvorm 4 aan bod. In opleidingsvorm 3 wordt voor het eerst eigenlijk het begrip vrije programmatie geïntroduceerd. Voor alle scholen met opleidingsvorm 3, ongeacht welk type ze aanbieden, zal het vanaf nu mogelijk zijn om een structuuronderdeel in de integratiefase vrij te programmeren als de school hetzelfde structuuronderdeel al in de kwalificatiefase heeft ingericht of goedgekeurd heeft gekregen. Ik geef een voorbeeldje. Je mag vanaf nu 1 september starten met keukenmedewerker, de kwalificatiefase keukenmedewerker. Maar als je in de toekomst de concordanties niet volgt en bijvoorbeeld de integratiefase keukenmedewerker nog niet opstart, maar een jaar later beslist, wij willen toch die integratiefase keukenmedewerker opstarten, dan kan dit via een vrije programmatie en vereist dit geen goedkeuring meer. Wat wordt er nog vrij programmeerbaar? Niet-duale structuuronderdelen in de kwalificatie- of integratiefase, als de school het gelijknamige duale structuuronderdeel al inricht of goedgekeurd krijgt, of omgekeerd. Met andere woorden, opnieuw hetzelfde voorbeeld, heb je de kwalificatiefase keukenmedewerker niet duaal, dan mag je de duale variant vrij programmeren. Scholen met opleidingsvorm 3 die geen type 9 in opleidingsvorm 3 aanbieden, mogen ook structuuronderdelen binnen een reeds ingericht studiedomein vrij programmeren. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld opnieuw. Je biedt de keukenmedewerker aan. Als je geen type 9 in opleidingsvorm 3 aanbiedt, dan kan je ook bijvoorbeeld de medewerker fastfood duaal vrij programmeren, omdat deze binnen hetzelfde studiemoment valt als keukenmedewerker. Ja. Wat zijn nu de administratieve voorwaarden voor zo'n vrije programmatie? Vrije programmaties moeten gemeld worden voor 1 april voorafgaand aan de oprichting. En ook hierbij bezorg je een protocol van de personeelsonderhandelingen en, als u deel uitmaakt van de scholengemeenschap, het procesverbaal van die scholengemeenschap. We spreken pas van programmatie wanneer er minstens 1 regelmatige leerling ingeschreven is op 1 oktober. Met andere woorden, als je een vrije programmatie indient en je start niet op, dan moet je het jaar nadien dat structuuronderdeel opnieuw vrij programmeren als je daar een jaar later toch mee van start wilt gaan. Ik zei, we hebben 2 stromen. We hebben de structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn en we hebben de structuuronderdelen die een goedkeuring van de Vlaamse regering vereisen. Structuuronderdelen binnen een volledig nieuw studiedomein voor de school, die vereisen altijd een goedkeuring van de Vlaamse regering, ongeacht welke types je in je onderwijsaanbod hebt. Ben je echter een school met opleidingsvorm 3 met type 9, dan moeten ook alle nieuwe structuuronderdelen die niet vrij te programmeren zijn, een goedkeuring van de Vlaamse regering eerst krijgen. Je gaat merken, de programmatieregels voor scholen met type 9 zijn dus minder soepel dan voor scholen zonder type 9. Men heeft hiervoor gekozen omdat type 9 heel snel uitbreidt, dat men eigenlijk wil kunnen toezien op een kwalitatief onderwijsaanbod en de versnippering wil tegengaan. En anderzijds omdat vanaf de start van het nieuwe schooljaar een onderzoek zal lopen naar type 9, zowel naar de prevalentie van type 9 als naar de inhoud van de onderwijstrajecten, zowel in het gewoon als in het buitengewoon secundair onderwijs. Wil je een structuuronderdeel dat goedkeuring vereist programmeren, dan doe je een aanvraag voor 30 november van het voorafgaande schooljaar en naast het protocol van de personeelsonderhandelingen en het eventuele procesverbaal van de scholengemeenschap, geef je ook in je oprichtingsdossier een motivering mee waarbij je rekening houdt met alle criteria die van toepassing zijn. Aan het einde van deze presentatie overloop ik het programmatieproces nog een keer en ga ik hier nog iets dieper op in. De structuuronderdelen van opleidingsvorm 3... als die een goedkeuring van de Vlaamse regering vereist, dan zal deze beslissing er normaal gezien tegen 31 maart komen, maar dit is dus gewijzigd naar een ordetermijn in plaats van een vervaltermijn. Ook hier geldt
de voorwaarde dat om van programmatie te kunnen spreken, je minstens één regelmatige leerling ingeschreven moet hebben op 1 oktober. Maar je kan wel gebruik maken van het genadejaar. Met andere woorden, als je goedkeuring krijgt en je start niet op het eerste jaar na de goedkeuring, dan kan je zonder heraanvraag, zonder nieuwe goedkeuring, het jaar nadien alsnog opstarten. Voor structuuronderdelen die je sowieso al deel uitmaakte van je onderwijsaanbod, kan je ook 1 leerjaar zonder leerlingen vallen. En dan ben ik gekomen bij de nieuwe regels rond de programmatie van structuuronderdelen in opleidingsvorm 4. Ook hier de twee dezelfde stromen, de vrij programmeerbare structuuronderdelen en degene die goedkeuring vereisen. Wat is of wordt vrij programmeerbaar? Een niet-duaal structuuronderdeel opnieuw als de school het gelijknamige duale structuuronderdeel al heeft ingericht of goedgekeurd krijgt. Bijvoorbeeld, je biedt de derde graad logistiek aan, dan kan je de derde graad logistiek duaal vrij programmeren. Scholen met opleidingsvorm 4 die geen type 9 in hun opleidingsvorm 4 hebben, die volgen ook de regels die analoog zijn aan het gewoon secundair onderwijs, die door de collega's deze voormiddag werden toegelicht, maar ik overloop ze hier ook wel nog een keertje. In OV4 zonder type 9 in opleidingsvorm 4 is het zo dat 1A en 1B, 2A en 2B wat betreft de niet-niche basisopties, dat die nog steeds vrij programmeerbaar zijn. Dat is eigenlijk geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Wat is er wel nieuw? Dat als je een niet-niche structuuronderdeel van een studiedomein en een onderwijsvorm dat je school al organiseert wilt inrichten, dan is dit ook vrij programmeerbaar. Hè? Bijvoorbeeld, ik gebruik opnieuw logistiek als voorbeeldje, je biedt reeds de derde graad logistiek arbeidsmarktgericht aan, dan kan je ook de derde graad onthaalorganisatie en sales inrichten, mits vrije programmatie, mits dat je dat meldt als vrije programmatie. Niet-niche, domeinoverschrijdende structuuronderdelen, ASO, zijn ook vrij programmeerbaar als de school al minstens 1 domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO organiseert. Je organiseert al de tweede graad economische wetenschappen, dan kan je ook de tweede graad humane wetenschappen vrij programmeren. En ten derde, de zevende jaren gericht op hoger onderwijs, dat zijn eigenlijk de huidige voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs of naamloos leerjaar BSO, die zijn ook vrij programmeerbaar tot en met 2024-2025. Dat is eigenlijk de uitrol van de modernisering die daarbij gevolgd wordt. Opnieuw, ik zei het daar juist al bij OV3, de spelregels die wijzigen niet voor vrije programmatie. Een vrije programmatie die meld je tegen 1 april voorafgaand aan de oprichting. En je dient daarbij een protocol van de personeelsonderhandelingen in en een procesverbaal van de scholengemeenschap. Ook hier geldt opnieuw de voorwaarde, minstens 1 regelmatige leerling ingeschreven op 1 team. Wel geef ik graag mee, zeker voor degenen die de sessie in de voormiddag ook hebben gevolgd. In het gewoon secundair onderwijs is een programmatienorm van 5 leerlingen ingevoerd. Deze is niet van toepassing op OV4, is niet van toepassing in het buitengewoon secundair onderwijs. En ook de uitgelegde principes rond overheveling zijn niet van toepassing. Daarnaast zijn er natuurlijk nog altijd structuuronderdelen die een goedkeuring vereisen. En daarbij is het zo dat er bij de criteria een extra criterium is bijgekomen, namelijk dat als je programmatie gepaard zou gaan met de opheffing van 1 of meer bestaande structuuronderdelen tegelijkertijd, eigenlijk een soort inruil, zeg maar, dan wordt gevraagd om dit mee te vermelden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de andere criteria niet meer gemotiveerd moeten worden, maar je neemt dit extra op in de motiveringsdossier. Scholen met opleidingsvorm 4 zonder type 9 in opleidingsvorm 4. Die moeten alle structuuronderdelen die niet vrij te programmeerbaar zijn, natuurlijk voorleggen ter goedkeuring aan de Vlaamse regering. En OV4 met type 9 in zijn aanbod, ja, die moeten alle structuuronderdelen voorleggen, behalve de niet-duale en duale pendants van elkaar. Dus opgelet, ook 1A, 1B, 2A en 1B, de niet-niche basisopties die momenteel in
alles van OV4 feiten programmeren bewaren, die vereisen nu een goedkeuring van de Vlaamse regering als type 9 deel uitmaakt van opleidingsvorm. Programmatie van structuuronderdelen die een goedkeuring vereisen. Op dat vlak is er qua indiendatum ook een wijziging. Tot op heden kon het hele jaar door programmatieaanvragen van structuuronderdelen ingediend worden, met de bedoeling meteen na goedkeuring of in het daaropvolgende schooljaar opgericht te worden. Dit wordt nu teruggebracht naar 2 indiendata. Enerzijds de gekende 30 november, anderzijds 31 maart, voorafgaand aan de oprichting. Er kan dus nog altijd in de loop van het schooljaar na goedkeuring eventueel opgestart worden. Ook hier een oprichtingsdossier met een motivering, rekening houdend met alle criteria, protocol van personeelsonderhandelingen en een procesverbaal is noodzakelijk. Als er een goedkeuring van de Vlaamse regering is vereist, dan zal deze beslissing normaal binnen de 2 maanden genomen worden. Ook de voorwaarde van minstens 1 regelmatige leerling om te spreken van programmatie geldt hier natuurlijk ook. Maar net zoals in OV3, structuuronderdelen die de goedkeuring van de Vlaamse regering vereisen, daarvoor kan je ook gebruik maken van een genadejaar als je het eerste jaar dat je mocht oprichten geen regelmatige leerling ingeschreven hebt. Hoe ziet nu dat hele programmatieproces eruit? Graag geef ik jullie hier een beetje toelichting bij, zodat jullie ook een kijk krijgen op waarom het soms zo lang duurt, eer dat hele proces doorlopen is. Alles start natuurlijk met het indienen van de programmatieaanvraag. Tegen meestal 30 november, voor OV4 kan dit dus 30 november of 31 maart zijn. En nadat je aanvraag met alle bijhorende stukken is ingediend, dan gaat Agodi aan de slag. Onze medewerkers gaan uw aanvraag verwerken en controleren op ontvankelijkheid. Dat wil zeggen, wij kijken na, is deze aanvraag wel noodzakelijk? Zitten alle nodige bewijsstukken erbij? En als dat allemaal het geval is, dan maken wij de dossiers over aan de adviesorganen die dan gaan adviseren. Doorgaans zijn de adviesorganen de VLOR, naast Agodi en de onderwijsinspectie. En in bepaalde gevallen, zoals bij duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3, is ook de STERF een adviesorgaan. Deze adviesorganen maken dan uiteindelijk hun advies aan de minister die dit agendeert op de Vlaamse regering en vervolgens neemt de Vlaamse regering een beslissing. Nadien, doorgaans binnen de 3 werkdagen nadat de beslissing genomen is, publiceert Agodi een dienstbrief met de programmatiebeslissing op Mijn Onderwijs, zodat u op de hoogte bent van de beslissing. Graag geef ik nog even de belangrijkste indiendata aan jullie mee. Voor een nieuwe school, voor een nieuwe opleidingsvorm, een nieuw type of een structuuronderdeel OV3, is het dus belangrijk dat je uiterlijk 30 november van het voorafgaande schooljaar je aanvraag indient. Is het een structuuronderdeel voor opleidingsvorm 4, dan kan dit tegen 30 november of tegen 31 maart voorafgaand aan de oprichting. De oprichting van een nieuwe vestigingsplaats is mogelijk doorheen het hele jaar. Vrij programmeerbare structuuronderdelen, dus die geen goedkeuring van de Vlaamse regering vereisen, die meld je tegen 1 april. Hoe ziet nu een goed programmatiedossier er doorgaans uit? Eerst en vooral heb je je aanvraag met de administratieve gegevens over voor welke school gaat het, wat wens je te programmeren en dergelijke. We hebben op dit moment een drietal formulieren, zou je kunnen zeggen. Enerzijds wat ik nog noem het papieren formulier, dat je via de formulierenmailbox aan Agodi bezorgt of oplaadt via Mijn Onderwijs. Daarnaast hebben we al een 2-tal jaren het e-formulier op Mijn Onderwijs voor de structuuronderdelen. Agodi blijft inzetten op de digitalisering van al onze processen. Dus in de toekomst zullen er mogelijk meer e-formulieren ter beschikking zijn. Ik heb het al een paar keer herhaald, het protocol van personeelsonderhandelingen en als je deel uitmaakt van een schoolgemeenschap, het procesverbaal van die schoolgemeenschap dient er ook bij te zitten. Wat moet er nu minstens op die documenten staan? Dat is namelijk wat je wenst op te richten, de benaming van wat je wenst op te richten, zeker in geval van structuuronderdelen. Let erop dat dit de juiste benaming is. Een voorbeeldje wat ik recent tegen was gekomen was,
Een derde graad biotechnologische en chemische technieken wou de school programmeren, maar ze hadden wetenschappen geschreven. Dat is natuurlijk een heel... het is één woord verschil, maar kan natuurlijk een grote invloed hebben. Gelukkig hadden we het tijdig vastgesteld en kon dit opgelost worden. Daarnaast, ook voor welk schooljaar de programmatie bedoeld is, dat wordt best ook vermeld op het protocol en het procesverbaal, en of een recente datum van ondertekening. Het protocol dient ondertekend te worden enerzijds door iemand van zeg maar, de schoolkant van het bestuur en anderzijds iemand van de personeelskant. Dat kan de voorzitter en de secretaris zijn, dat kan de voorzitter en de mensen die afgevaardigd zijn voor de vakbonden zijn. En het procesverbaal, dat wordt ondertekend door ofwel de coördinerend directeur van de schoolgemeenschap ofwel door de verschillende directies van de schoolgemeenschap. Wanneer je programmatie een goedkeuring van de Vlaamse regering vereist, is er ook altijd een motiveringsdossier nodig op basis van de geldende criteria. Per soort programmatieproces vind je deze criteria in de omzendbrief. Dat is de SO 2006-03, die ook nog op een van de laatste slides zal vermeld staan. Dat kan een doorlopende tekst zijn, dat kan een stukje tekst per criterium zijn, daar leggen we de regels op. Maar belangrijk is om mee te geven, is dat we bijvoorbeeld, als je een duale opleiding zou programmeren, dat je niet moet gaan toelichten waarom duaal leren zo interessant is, maar wel waarom deze opleiding voor jouw school belangrijk is. Ook cijfers van leerlinginschrijvingen, Agodi beschikt hierover. Je mag deze vermelden als deze een meerwaarde biedt ter ondersteuning van je aanvraag. Nadat een aanvraag is ingediend, zou je normaal in alle gevallen, of het nu een papieren formulier is of een e-formulier, een soort bewijs van ontvangst krijgen. Als je dit niet ontvangen hebt, geef ons dan een seintje, zodat je zeker bent of je aanvraag bij Agodi is terechtgekomen. Wens je toch nog meer info over wat hier vandaag verteld is, of wil je alles op je eigen tempo nog eens rustig doornemen? Dan zijn hier een aantal omzendbrieven die hierbij interessant zijn. De eerste is de SO 2006-03 over rationalisatie en programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs. De SO 42 over vestigingsplaatsen. En de SO 61 over programmatie in het gewoon secundair onderwijs, die ook interessant is als je structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 wenst in te richten. Al deze omzendbrieven die worden... krijgen weldra een update. Heb je toch nog vragen, dan kan je altijd mezelf contacteren. Mijn e-mailadres staat op het scherm of collega Els Ekster van het departement. Dan nemen wij nu even een kwartiertje pauze om jullie vragen te bekijken en dan komen wij nadien graag terug om enkele vragen nog te beantwoorden. Goeiedag iedereen. Wij kregen zojuist nog één vraag binnen, namelijk wat als je op 31 maart nog niet weet of er een leerling zal ingeschreven zijn op 1 oktober. Ik denk dat dat vaak het geval zal zijn, zeker in het buitengewoon secundair onderwijs. Het enige dat ik daar op dit moment kan op antwoorden is dat als je twijfelt of de opleiding deel gaat uitmaken van je opleidingsaanbod, omdat je de afgelopen 2 schooljaren geen leerling had op 1 oktober. En het is een... structuuronderdeel dat de goedkeuring van de Vlaamse regering vereist, dien dan je programmatie in. Als de vraagsteller van deze vraag toch met zijn vraag iets anders bedoelt, dan stel ik voor dat deze even met mij contact opneemt. Dan dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid en wens ik jullie nog een prettige verderzetting van jullie dag. Tot de volgende keer. Dag. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.